Bij ons aan tafel praten we over de bezuinigingen in de cultuursector van Brummen, de nominatie van de band Hike voor een award en over de onveilige situatie op het veld van de voetbalvereniging Fiot uit Doetinchem. Het is maandag 22 oktober 2012 en dit is Gelderland Vandaag. Hike, welkom. Dank u. Dank je wel. Arthur ter Voert van Hike en dan moet ik even snel spieken Willem Kossink. Je bent ook nog even op het nippertje aangeschoven. Hartstikke leuk. Ja, hartstikke leuk. Je bent de drummer en Arthur ter Voert is de zanger. Jullie zijn genomineerd voor een award. Wat voor award is dat, Arthur? Dat zijn de Party Awards en die zijn sinds 2005 las ik in het leven geroepen. Het komt er eigenlijk op neer dat die zijn in het leven geroepen eigenlijk om de entertainmentbranche toch een soort van lift te geven. En iedereen die daar iets mee doet op cultuurgebied, om dat toch wat meer bekendheid aan te geven ook. Dus zowel DJ's als artiesten, op die manier een stukje waardering voor het werk wat ze doen. Ja. Wat vind je ervan? Ja, dat is te gek. Ja? Het ons ja kan nu al niet meer stuk eigenlijk. Alleen door zo'n nominatie is het eigenlijk al helemaal te gek. Ja, dat is echt super. Dat is echt ongelooflijk. Ik bedoel, het is afgelopen jaar al heel erg snel gegaan. En dan krijg je nog zo'n nominatie erbij bovenop. Ja, dat is helemaal te gek. Heftig jaar geweest voor Hike? Ja, het is druk en heftig en vooral een heel erg leuk jaar geweest voor ons. Ja. Ik bedoel, die singles van ons die zijn de pan uitgerezen, om het zo maar eens te zeggen. En daar plukken we nu wel een beetje de vruchten van. En dan krijg je ook nog zo'n nominatie. Ja, dat is echt heel erg leuk. Ik had er nog niet van gehoord. We hebben het straks even over gehad. Waarom zijn jullie hiervoor genomineerd? Dat is inderdaad. Ik kan misschien niet verzinnen, maar. Wie doet dat eigenlijk? Ja. Wie zit daarachter? Nou, daar zit een. Achter de Party Awards. Een organisatie achter dat onder andere bestaat uit. Zij betrekken echt een aantal artiesten, partyartiesten, DJ's, managers, producers en de horeca. Ja. Horeca Nederland. Die zitten onder andere achter die nominaties. Dus dat wordt wel heel, heel breed uitgerokken. En er zijn twee mensen volgens mij die dat in 2005 hebben opgestart. En uiteindelijk gaan die gaan nomineren en de mensen die uiteindelijk gaan stemmen, dat is eigenlijk... Het publiek stemt? Het publiek stemt. Oh, okay. Dus je kan via de website partyawards.nl en via sms kan je dus stemmen op verschillende categorieën. Er zijn 8 categorieën waarvan dus bands dit jaar voor het eerst een nieuwe categorie is. En we hadden eigenlijk zelf ook nog niet van gehoord, maar dat is natuurlijk ook omdat de bands nog niet waren toegevoegd. Ja, precies. En nu kregen we vorige week van ons management het bericht dat, dat we genomineerd waren. Dus dat is wel toch wel heel leuk. Ja. Ik heb er nou een beetje in verdiept en dan is het toch wel een dingetje. Ja. Ja. Nou Hike, het kan natuurlijk zijn dat er mensen zijn die jullie niet kennen. Dus dan gaan we heel even kijken naar een fragmentje. Nou, leuke, gezellige muziek. Ja. Daar waarschijnlijk ook de nominatie. Wat zijn de kansen? Hoe schat je de kansen in? Nou, dat ligt een beetje aan hoe de kijkers van Focus TV natuurlijk gaan stemmen. Ja, we moeten het wel van de stemmen hebben oproep, natuurlijk. Oproep allemaal. Doen, begrijp ik. Er staan in onze categorie staan nog meer bands, maar die zijn natuurlijk uiteraard helemaal niet interessant. Welke bands zijn dat? Weet je dat? Nee, ik weet ze zo niet uit mijn hoofd. Ik kan er wel een paar noemen, maar dan doe ik de rest tekort. Dus dat doe ik maar niet. Ja. Dus wij zitten hier en dat is het belangrijkste. Oh, lekker egoïstisch, hè? Nee, maar jullie komen uit de Achterhoeken, daarom zitten we hier. Ja, precies, daarom zitten we hier. Dat is hartstikke leuk, ja. Wij komen altijd hier om het eerste nieuws te vertellen, zeg maar. Jullie zijn altijd een van de eerste, dat is wel leuk. Dat vinden wij ook leuk. Ja, wel gezellig. Hoe gaat het verder met jullie? Het gaat erg goed. Je zag het net al, anderhalf jaar geleden met Lekker in de Zon wel een behoorlijk hitje gescoord. En vanaf dat moment gaat het als een trein. Vrij veel radiodingetjes, landelijk, regionaal. Koen en Sander hebben daar Sander natuurlijk, gespeeld, 3FM, hè? Die hebben dat flink opgepikt toen. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dat was heel leuk. We hadden een stukje teaser van het liedje had ik op YouTube gezet. En volgens mij dezelfde dag nog. Belde BNN dat 3FM Koen en Sander Show interesse hadden om,
om daar iets mee te doen in de vorm van een soort jingle. Dus dat mochten ze natuurlijk gebruiken, dat vond ik helemaal te gek. Uiteindelijk hebben we ook een speciale tekst gemaakt voor de jongens in het programma. En wordt zelfs nu nog steeds wordt die jingle gebruikt. In november vorig jaar, oktober, bestonden ze 5 jaar met de Koen en Sander Show. Toen hebben we ook opgetreden op het Koen en Sander Fest. Ook een speciaal liedje voorheen geschreven, dus we hebben vrij veel aandacht wel gekregen. En uiteindelijk was dat ook weer goed voor de boekingen. Ja, vrij veel aandacht gehad, ook bij de Tros, Sterren.nl. Ja, ja, echt landelijk bekendheid. Ja, de boekingen zie je dan ook meer worden. Dus 2012. Wat vind je nou eigenlijk leuker? Zo'n nummer 1 hit, zeg maar, of een dikke hit in de top 100, je bent niet op 1 terechtgekomen. Nee. Hoe hoog is die? 58 of zo, 56 in de mega top 100. Ja. Wat vind je dan belangrijker? Scoren in de hitlijsten of gewoon heel veel optredens in het land? Wat vind je leuker? Haal je meer voldoening uit? Het laatste. Ja, die hitlijsten, hoe jammer dat ook is, die worden eigenlijk, ja, zeker als je op nummer 58 terechtkomt, dan er zijn er maar weinig mensen die dat nog bekijken, zeg maar. Het meest interessante zijn de eerste 10 vaak. Ja. Daar hechten we eigenlijk niet zo heel erg veel waarde aan. Het feit dat je erin staat is natuurlijk helemaal te gek. Maar, en als je daar dan de optredens uit kunt halen, dat is voor ons eigenlijk het hoogdoel. Vandaar ook die nominatie waarschijnlijk. Precies. Uiteindelijk gaat het ook wel om de airplay natuurlijk. Zo'n lijst is eigenlijk niet zo heel belangrijk. Het is leuk dat je erin staat, wat Willem zegt, maar eigenlijk weinig mensen die daar naar kijken of waarde aan hechten. Maar het feit dat je dus met een nummer ontzettend veel gedraaid wordt op de radio of op tv met een videoclip, dat doet uiteindelijk veel meer voor je publiciteit en je optredens. En je bekendheid natuurlijk. Ja. Ja. Wat is nu jullie ultieme doel? Want ik ken jullie hebben mijn eigen bruiloft in jullie gespeeld. Dus vandaar alweer een link. De hele tijd terug en dat was super. Maar ik begrijp dus nu dat jullie die professionele... Willen jullie echt die professionele kant op? Is dat het ultieme doel? Dat je zegt van nou, ik wil daar straks van kunnen leven als professionele band? Nou, het is zelfs zo dat ik zelf tenminste, als ik voor mezelf spreek, in 2004 tot 2007 heb ik er volledig van geleefd. Maar ja, dan doe je puur cover optredens. Nu is het zo, komt je eigen werk daarbij. Dat is eigenlijk heel toevallig, want we hadden nooit durven dromen natuurlijk dat het zo ver zou komen. Nu hebben we daar aan geproefd en nu gaan we natuurlijk ook door met eigen nummers. Want om ook een beetje onder de aandacht te blijven, ook van radio en tv. Ja. Wat mij betreft is een doel al wel bereikt hiermee. Want het is allemaal hard. Vooral die combinatie is ontzettend leuk om te doen. Ja. We hebben Mega Piratenfestijnen nu gedaan, we hebben Dutch Valley gedaan. Ja, natuurlijk mag er nog van alles aan een lijstje worden toegevoegd. Maar voor mij persoonlijk is dat toch wel een doel bereikt. We hebben de smaak te pakken en we gaan gewoon nog even door, zeg maar. Goed zo. Ja. Goed zo. Maar ik kom Nederlandstalig. Met eigen nummers wel. Ja. Oké. Ja. En de Zwarte Cross in Lichtenvoorde, is dan ook een podium voor jou? Heel goed. Goed zo. Als je kijkt. Absoluut. Jullie willen wij zijn komen. Ja. Maar we hebben nog ook een leuk nieuwtje. Dat we volgend jaar dan bestaan we 15 jaar. En dat willen we ook groot gaan vieren met een feest en met een album. Dus als het goed is, komt er volgend jaar ook... Dan komen jullie weer langs. Absoluut. Gezellig, leuk. Ja. En wanneer komt jullie nieuwe single uit? Daar ben ik heel benieuwd naar. Nou, als het even kan. Nog in november, begin december, dan moet hij eigenlijk wel komen. Kerstnummer? Dat denk ik niet. Nee, dat denk ik niet. Lekker onder de kerstboom. Nee. Kan misschien als een lekker is nu wel even genoeg geweest. Precies. Even iets anders. Nee, dat is flauw. Maar in ieder geval rond die tijd komt er een... Precies. En wat Arthur zegt, volgend jaar bestaan we 15 jaar. Ja. En we hebben grootste plannen om dan met een heel album te komen. Maar ja, goed, dat moeten we nog een beetje voorzichtig is het jullie eerste album of hebben jullie meer albums al gemaakt? Nee, dat zal ons allereerste album. Spannend. Ja. En een groot feest natuurlijk volgend jaar november. Ja. Eerste weekend november. Ja. Het eerste weekend van november 2013. Dan is de bedoeling dat we natuurlijk en zelf en met wat gasten, artiesten en met ons management gaan we een enorm feest opzetten. Ja. En daar zijn we heel blij mee. Dus dat komend jaar gaan jullie nog van ons horen. Goed zo. Ja. Jullie allemaal hartelijk dank voor de komst van de studio nogmaals. U bedankt voor het kijken naar Gelderland Vandaag. Woensdag is er weer een nieuwe aflevering. Wilt u ook eens te gast zijn in de studio? Laat het de redactie weten via redactie@focus.tv. Graag tot woensdag.